Whiplash betekent letterlijk zweepslag. Het is een aandoening van het hoofd en de nek die veroorzaakt wordt door een abrupte schokbeweging. Bij sommige mensen voelt het aan als een zweepslag in de nek. De meest bekende whiplash wordt veroorzaakt door een aanrijding van achteren. Door de botsing slaat het hoofd eerst krachtig naar achteren en als de aangereden auto weer tot stilstand komt, weer naar voren. Door de kracht van de klap kunnen banden, kapsel, zenuwen en spieren beschadigen. Jaarlijks krijgen 20.000 mensen een whiplash. De eerste 24 uur na het ongeluk Ontstaan er meestal klachten als hoofdpijn, misselijkheid en braken, pijn in de nek en schouder en tintelingen in de armen en handen. In een later stadium kunnen de klachten zich uitbreiden met vermoeidheid en slapeloosheid, concentratiestoornissen, oorzuizen, wazigzien, overgevoeligheid voor licht, nekklachten en een zwaar gevoel in armen en schouders. 95% is na ongeveer een jaar klachtenvrij. De overige 5% houdt chronische klachten die per patiënt enorm kunnen verschillen. Raadpleeg direct na het ongeluk de huisarts. Deze zal afhankelijk van het ongeluk röntgenfoto's maken van het hoofd en halsgebied. Als er op de röntgenfoto's geen ernstige afwijkingen zichtbaar zijn, wordt er meestal pijnstilling en voorzichtig belasten aangeraden. Een whiplash is vergelijkbaar met een verstuiking of verrekking. Daarom moet verdere beschadiging van het weefsel zoveel mogelijk voorkomen worden. Een goede neksteun, bijvoorbeeld een opgerolde handdoek, is daarbij erg belangrijk. De zwelling, bloeduitstortingen of spierspasmen die optreden, kunnen verminderd worden door afkoeling met een ijscompress. Wissel na 48 uur een paar keer per dag deze behandeling af met een warm compress om de pijn te verlichten. Als de klachten na een week aanhouden, ga dan naar de huisarts terug. Deze kan je doorverwijzen naar een fysiotherapeut. Omdat de klachten bij een whiplash van patiënt tot patiënt verschillen, bestaat er geen standaardbehandeling.